just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. We bevinden ons momenteel op een van de decks van de Symphony of the Seas. En dat is een van de grootste cruiseschepen van Royal Caribbean. Vertel me meer daarover. Ja, een van de grootste schepen van Royal Caribbean, ook de grootste cruiseschepen ter wereld. Er zijn wel 80 voetbalvelden bij elkaar en er lopen 6800 mensen hier zo rond op dit schip. Wauw, dat is immens. Meer informatie straks in de komende minuten in Travel Talk met de complimenten van FEMS Travel Consultancy, een ATV-productie in samenwerking met Y2Media. FEMS Travel Consultancy. Reeds langer dan 8 jaren uw betrouwbare partner als het gaat om veilig en plezierig reizen. FEMS biedt de volgende diensten aan: visumassistentie, tickets, hotelreserveringen, transport van de airport naar het hotel, vice versa, en ook vanuit Miami naar Florida, vice versa, cruises, groepsreizen en reisverzekeringen. Ook uw vluchtinformatie via het verkort nummer 1800. Om op de hoogte te zijn van de aankomst en de vertrektijden, biedt FEMS u aan. Dus voor al uw boekingen, overal ter wereld, FEMS Travel Consultancy. Dit is Travel Talk, alles dat met reizen te maken heeft. U heeft de intro mogen volgen. We waren aanwezig, persoonlijk aanwezig, op de Symphony of the Seas. En hey, het was een fantastische ervaring. Jade, wat kan je de kijkers daarover vertellen? Geef ze wat meer informatie, want je was er zelf ook. Ja, klopt helemaal. Kijkers, het schip was gigantisch. Het zijn wel 80 voetbalvelden bij elkaar. 6800 mensen kunnen totaal op het schip en die worden bediend door 2200 bemanningsleden. Het is het 25e schip van Royal Caribbean. Een van de zusterschepen, Oasis Sisters. Je hebt dan de Oasis, de Allure, Harmony of the Seas en nu uiteraard de Symphony of the Seas. Hey, gewoon geweldig. Weet je wat? We gaan de kijkers niet te lang houden in de spanning. Nee. Volgen jullie de beelden. Wij waren aanwezig, maar we laten jullie ook genieten. Now I can't find the key without you. And now your song is It's a very special day, and of course we did a very traditional naming ceremony where we put the world's largest ship right here and we smashed a big, huge bottle of champagne on it. It was great. I mean, it's just how it should have been. It was fun, easygoing, people laughed. It was a great event. Symphony of the Seas is gigantisch. Het zijn wel 80 voetbalvelden bij elkaar. Uiteraard het grootste cruiseschip ter wereld. Er gaan 6800 passagiers op het schip en die worden bediend door 2200 bemanningsleden. En die 6800 passagiers worden ondergebracht in 2775 cabines. This is, of course, the bigger, they have more entertainment, more stuff for the kids, and it's overall a great family value. It's een van de grootste, is ook voor een goede vakantie, even uit huis te zijn, en is ook heel apart, in plaats van misschien steeds naar eilandjes te gaan, of naar andere landen. It's been amazing. There's been absolutely just beautiful restaurants, amazing new ship, and pretty much there's so much to do. We haven't even got through even half of it, so we're excited to keep kind of experiencing the rest of the evening. Symphony of the Seas is een van de 25 schepen van Royal Caribbean. Verder behoort dit schip ook tot de Oasis zusterschepen. Daaronder vallen de Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas en Symphony of the Seas. Er zijn totaal 18 decks die door deze passagiers bezichtigd kunnen worden.
symphony. Well, it feels so good. Not only are we bringing the world's largest cruise ship here to Miami with the new pier, the new ship, a beautiful evening, we also brought back tradition of doing the naming outside, which is a great feeling. It's a wonderful day. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm feeling complete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Cruising is a great way to have fun. I mean, that is probably the best type of vacation ever that we have personally had. And I would recommend cruising for anybody, and always call a travel agency like ourselves. We mogen genieten van de beelden van de Symphonies of the Seas, het werelds grootste cruiseschip. En ja, Jade, wat wil je de mensen melden, de mensen, degenen die zo graag willen cruisen? Nou, ik denk dat met deze beelden de mensen helemaal warm gemaakt hebben om te cruisen, voor de mensen die nog niet gecruist hebben en de andere mensen die al eerder gecruist hebben. Nou, dit moet je meemaken, dus er is nog te boeken. Oké, dit is nog steeds Travel Talk, de eerste aflevering. Na de break komen we met een ander topic en dat is de pionier voor wat het reizen betreft. Klopt helemaal. Dit is Travel Talk. Alles wat met de travel te maken heeft, reizen overal, maar vooral naar Curaçao. Welkom terug, dit is Travel Talk, de eerste aflevering en de focus wordt gelegd op het cruise gebeuren. Ik had het ervoor over de pionier voor wat het reizen betreft. Ja. Jij zal me wel meer vertellen daarover, want je hebt een gesprek met hem. Jawel, dan hebben we het over Jack Uden. Een heel interessant gesprek, allemaal dat met reizen te maken heeft vanaf de jaren way back. Ik zit er nu al zeker 45 jaar in. Eigenlijk kan je zeggen onafgebroken. Eerst werkend in een ander bedrijf en sinds 30 jaar geleden in mijn eigen bedrijf. Er zijn een heleboel hoogtepunten. Het is een van de branches die ik beschrijf als heel erg plezierig. Je ontmoet alleen maar vrolijke mensen, je praat alleen met vrolijke mensen. Ach, een keertje kan er iets verkeerd lopen en toch. Mensen zijn altijd helemaal in de stemming wanneer ze op een reisbureau komen, omdat ze op reis gaan, of het is een zakenreis, of het is een vakantiereis. Wat dat betreft geloof ik dat het een branche is die er inderdaad wel wezen mag.
Als ik praat over die 45 jaar, is natuurlijk het allerdiepste punt is de val van de Nestie, 7 juni 1989. Dat is het jaar waar ik ook officieel was opgestart, ons bedrijf. We hebben ook hele moeilijke perioden gehad in de jaren van voor 75. Toen mensen eigenlijk allerlei manieren zochten om het land te verlaten. Dat is eigenlijk is dat een stukje geschiedenis, omdat daarna heb ik het nooit meegemaakt dat je als reisbureau je deur moest sluiten om klanten buiten te houden. Gewoon omdat het te vol was en je mensen niet kon helpen. Onder alle omstandigheden merken we dat een reisagent relevant is. Ja, er zijn nu allerlei nieuwe ontwikkelingen die maken dat inderdaad mensen nu richting zelf zoeken, hun eigen boeking willen maken via internet. Dat wordt aangemoedigd, wat goed is. Maar veelal ontdekken ze achteraf dat je zaken toch in handen stellen van een reisagent iets anders is. Zelf degene die zijn boeking zelf kan maken, achter internet gaan zitten en doen, die ontdekt dat met name wanneer hij in het buitenland zit en er zou iets gebeuren waardoor er wijzigingen komen in zijn vertrek, dat het handiger is om even een druk op de knop en zijn reisagent te vragen om dat te doen. En hij kan rustig doorgaan met zijn conferentie. In het andere geval moet hij gaan ploeteren om op te lossen wat daar opgelost moet worden. Ik heb voornamelijk de contacten met de IATA-erkende reisagenten. We zitten ook in een zogenoemde associatie van Surinaamse reisagenten, de ASRA. Niet alle IATA-agenten overigens zitten daarin. En ik mag zeggen dat we een hele fijne samenwerking hebben, ook met de zogenoemde B-agenten. Alleen, sommige mensen hebben het gevoel dat het een hit-and-run business is. En dat steekt. En daardoor vallen er fouten. Passagiers voelen zich soms genomen en over het algemeen wil men dat werpen op de reisagent in het algemeen. Dat is vaak en absoluut niet zo. Een agent die IATA erkend is of die jarenlang in de branche zit en misschien nog niet eens IATA status heeft, maar in elk geval een kantoor, een bedrijf heeft, die zal alles in het werk stellen om de klant van harte te bedienen. Sell-through agent, een van de oude slogans van de vliegmaatschappijen. KLM had dat, SLM had dat in de jaren die achter ons liggen. In de loop der jaren is het nu sales through internet. Maar we zijn erg blij en ik zeker dat de airlines nog steeds de waardering geven aan reisagenten. En hoewel niet van hart van de daken wordt gegild sales through agent, dat de waardering die er is naar reisagenten toe op allerlei andere manieren wordt getoond. Wat dat betreft zou ik van deze plaats de airlines alleen maar willen aanmoedigen om deze goede band die er is met de reisagenten zo voor te zetten. Het was een zeer interessant gesprek met meneer Jack Uden van Jack Tours and Travel Services. FEMS laat mensen niet zomaar los. Nee, helemaal niet. Als blijk van waardering voor de ervaringen die hij met ons gedeeld heeft en natuurlijk met de kijkers thuis, hebben we hem een geschenk aangeboden. We zijn terug. Dit is nog steeds Travel Talk, de eerste aflevering waarbij we het hebben over het cruise gebeuren. En natuurlijk voor degenen die van plan zijn te reizen, zijn dat natuurlijk tips, hè Jake? Ja, klopt helemaal. We hebben het in deze aflevering voornamelijk gehad over het cruisen. Daarbij heeft u nodig een geldig paspoort, een geldig visum en uw gele koortsvaccinatie. Dit is nog steeds Travel Talk. De eerste aflevering, alles dat met reizen te maken heeft. En natuurlijk, FEMS laat mensen niet zomaar los, hè? Nee, helemaal niet. Aan deze aflevering hebben wij ook twee prijsvragen verbonden. Het antwoord, of de antwoorden, want het zijn er twee, kunt u appen naar 86115551.
De vragen luiden als volgt. Hoeveel passagiers kunnen op het grootste schip ter wereld? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag, hoeveel schepen heeft Royal Caribbean momenteel in de vaart? Ik herhaal de vragen nogmaals. Hoeveel passagiers kunnen op het grootste schip ter wereld? En de tweede vraag, hoeveel schepen heeft Royal Caribbean momenteel in de vaart? U kunt het antwoord appen naar 8611551 en dan komt u natuurlijk in aanmerking voor een mooie prijs. Sowieso wat met racen te maken heeft. FEMS Travel Consultancy. Reeds langer dan 8 jaar uw betrouwbare partner als het gaat om veilig en plezierig reizen. FEMS biedt de volgende diensten aan. Visumassistentie, tickets, hotelreserveringen, transport van de airport naar het hotel, vice versa, en ook vanuit Miami naar Florida, vice versa. Cruises, groepsreizen en reisverzekeringen. Ook uw vluchtinformatie via het verkortnummer 1800 om op de hoogte te zijn van de aankomst en de vertrektijden biedt FEMS u aan. Dus voor al uw boekingen, overal ter wereld, FEMS Travel Consultancy. Zo, lieve kijkers, dit was de eerste aflevering van Travel Talk. U moet het programma blijven volgen, want zoals u weet is er een prijsvraag en dan kunt u dan daarop reageren. Ja, we groeten jullie allemaal in geval je dit programma natuurlijk gemist hebt, is er de mogelijkheid voor een herhaling. Ja. We groeten jullie allemaal en zien jullie bij de volgende aflevering van Travel Talk. Alles dat met reizen te maken heeft. We willen jullie allemaal uitnodigen. We gaan weer carnaval vieren op Curaçao en dat is 3 maart aanstaande. Maar we beginnen al vanaf februari met onze Tumba Festival. Als je daarmee kan meedoen, kom ermee genieten. En we zeggen je weer, kom en beleef het zelf hier op Curaçao, de carnavalperiode. 3 maart 2019. We wachten op jullie.